Welkom bij weer een nieuw filmpje van Beer Brothers. En we hebben... Beer Brothers, zeker, we hebben z'n tweeën. En daarbij, bij ons vorige filmpje hadden we zoveel lol dat we de dag erna dachten, we doen het nog een keer. Ja, ik vind, weet je, Beer Maniac, nogmaals dank voor het mooie pakket wat je naar de Big Man hebt bezorgd. En ja, er zat een... Ik vind bierblik, dat integreert altijd. En dus ja, we dachten, we zijn nu een dagje verder. Dus we gaan nu... Een dagje verder. En ja, eerlijk gezegd, en dat is ook wel een beetje, want dit is weer zo'n groot... Nee, je kunt niks zien. Nee, maar ik dacht, de vorige, dat grote blik wat ik had, die ik in mijn eentje gedaan heb, die was echt fucking lekker. Dat was die IPA van zo'n Dordrechtse brouwer. Ja. En dat zag er wel goed uit, ja. Dus weet je, we gaan gewoon deze grote, die gaan we ook gewoon proberen. Het ziet er een beetje best donker uit, maar ik weet het niet. Oeh, ietsjes. Ietsjes? Ietsjes? Ik ruik het al. Ja, er komt iets zwarts uit. Oh, dit is fijn, hé. Oh, dat ziet er wel goed uit, zeg. Dit wordt sowieso goed. En balen dat ik even deze meepik zou op. Ja, echt heel erg. De volgende dag. Zo, ik ruik niet. Ik denk dat het een stout is. Denk ik. Of denk je dat ik een punt heb? Ja, of een porter. Ja, of porter. Oké, ja, mee eens. Imperial stout, Imperial porter. Ja, ik denk dat er iets geroosterde... Er zal iets geroosterd zijn. Ik heb geknoeid op... Maar goed. Moeten we er niet even... Ja, komt goed. Proost. Proost. Ja, als we naar de kleur kijken... Schmert. Nou, ja... Het schijnt dat bier nooit echt 100% zwart is. Hè? Dat heel donkerbruin of heel donkerrood is. Dit is bijna zwart. Je kan er bijna, ik kan er niet echt doorheen kijken. Nee, mijn telefoon ligt hier, ik kan het wel niet maken. Telefoontrucje, want dat is dan ook even iets serieuzer. Als je echt gewoon goed de kleur wil kijken, dan moet je er eigenlijk een lampje tegenaan. Oh, je hebt er zelfs speciale lampjes voor, maar goed. Ben ik vergeten, sorry. Maar je bent je telefoon, dat werkt ook gewoon echt heel goed. Ja, je kan hem, nou, je ziet er bijna niet. Kijk, aan de onderkant zie je dat die... Kijk, aan de onderkant komt het licht een beetje erheen. Ja, dan is hij nog steeds echt, daarna niet meer hoor. Het is gewoon zwart. Hij is heel erg donker. De geur, de kook kan belangrijk. Zeker, zeer belangrijk. Ik ruik gewoon koffie. Koffie in de zin van wat je altijd al in een stout hebt. Ja. Het zou me niet verbazen als dit ook een soort koffieversie van een stout is. Ja, en dan klaar. Zit er ook niet een soort bourbon-achtige... Beetje vanille. Ergens. Direct, het lijkt eerder op. Hij is best wel koud nog. Dat is voor. Helemaal van zo'n bier. Als ik dit zo zie op het oog, op de eerste geur, verwacht ik echt wel een Imperial Porter Stout. Richting rond de 10% verschil. Gaan we zo proeven. En dan, ja, die mag je echt wel op een temperatuur van 10. Jongen, ik heb zelfs 15 graden gehad. Dat is alleen maar top, want er komt veel meer tot leven. Precies. Maar goed, waarom gewoon even in de mond om een beetje op te warmen? Cheers. Cheers. Het is in ieder geval echt lekker. Ja, zo. Ik hou hiervan. Volgens mij zit er stiekem ook een mega bak hop in. Wat op zich gek is, want... He, als je zo'n donker, zwaar, intens bier maakt, kan je dan makkelijk een hele hand hop in gooien. Niet per se dat je dan echt die hoparoma's krijgt, niet per se de, zoals een IPA. Maar ja, dat kan gewoon. Ja. Moet toch wel, want er mag best wel een stevige hop bitter bij komen. Kan het bier gewoon hebben. Nee, precies, dat zorgt natuurlijk ook gewoon voor belangstelling. En ik moet wel trouwens wel zeggen... weet je, dat gebeurt natuurlijk ook gewoon wel eens, dat je dan zo'n bier opentrekt en dat je denkt, ah kak, hij is eigenlijk net een beetje te koud. Wat heel erg helpt, want dat helpt bij mij nu ook heel erg, is als je niet al te grote slok hebt, dat je hem gewoon even in je mond houdt. En dan warmt hij namelijk op en wat ik zelf eigenlijk wel heel tof vind, is dat vind ik zeker bij deze... Dan ontvouwt die smaak zich echt helemaal. Je begint gewoon langzaam steeds meer, komt dan zo naar boven. Is echt gewoon de moeite waard. Als je dan toch een keer de kaart open hebt getrokken, hè? Hoe lang was hij kletsen? Een minuutje? Geen idee. Nou, ik had hem die minuut in mijn mond. En wat hij zei, ik zat een beetje de gek mee te steken. Maar dat gebeurt echt. Je krijgt, dan ontvouwt je echt. En
Ik proef vooral een stout, ook aan de ene zijde, ja, ik moet nog even analyseren of het nou echt een soort barrel aged is of iets in die trant. Ik proef ook gewoon een hele dikke, degelijke stout zonder al te veel gekheid. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel erg lekker. Ik proef niet zo lactose of zo erin, of pastry gekheid, de koekjes, nee hè. Ik het is gewoon, een... gewoon echt een goede, lekker, dikke stout. Een klapper van de stout, oh, ik vind het zo lekker. Ik denk... niet dat die barrel aged is, denk ik. Want ik ruik er geen andere drank in als... Kijk, het is natuurlijk een beetje moeilijk, hè, want hij is eigenlijk een beetje te koud. Zo, de knetter, hij is hoog en hoog. Het is een klapper van de bier dit. Ik proef vooral echt een knaller van de stout. Gewoon veel mout. Het zijn geen kindersmaakjes wat je wel eens hebt? Nee, helemaal niet. Nee, en het is een beetje, ik zit een beetje te denken, want ik heb namelijk heel recent die van de moersleutel, die motorolie gedronken. En daar doet hij wel echt aan denken, maar het is hem niet. Mijn gok zou niet de moersleutel zijn. Nee. Kijk, die hebben wel deze blikken. Alleen in, ja goed, ik drink niet elke week moersleutel. Dat zou ik bijna wel moeten doen. Ik vind het fantastische bieren. Maar die zijn vaak net iets anders in carbonatie, wel dat ook lastig is. Ja, temperatief met fecatief. Zit er nog wat in? Nee, bijna niet. Hij is leeg. Ja. Blijf me even uit. Ik ga voor een gewoon een dikke Russian Imperial Stout. Ik ga niet, want we hadden het nog even over, is het met koffie, weet ik veel. Dat is het niet. Er zit geen koffie. Ik ga gewoon voor echt een hele dikke stout. Zonder al te veel gekkigheid. Die gewoon echt heel goed is. Want hij is gewoon heel goed. Het is gewoon echt heel lekker bier. Gewoon echt een hele goede brouwer. En ik denk gewoon dat het niet de moersleutel is. Omdat ik bij de moersleutel proef ik vaak wat anders. Maar goed, er zit geen koffie in. Dat geloof ik eigenlijk ook wel. Er zit wel echt een hele hoop op in. Ik heb zelfs... Dit gaat bijna... Het is echt... Het heeft niks met een IPA te maken. Maar er zit helemaal... Als je wat opwarmt, als je ruikt ook... Ik ruik al gewoon... Er zit echt heel veel op in. Het zou bijna een soort black IPA zijn, maar dit gaat... Je ziet ook de schuimkracht. Echt van die bruine schuim. Ik vind het echt fantastisch. Ja. Maar goed, ik ga voor de Russian Imperial Stout. Gewoon een dikke, degelijke... Ik ga daar voor een American Imperial Stout. Wel, American staat er veel voor op. Want ik denk gewoon... Ja, er zit echt een bak hop in. Dit is het spannende moment. Wel de moersleutel. Wel de moersleutel. Minpuntje. Maar dit is... Nee, frontaal zie ik staan. Oh, samen met frontaal. Dat is hem. The give or take. Hey, maar wat Imperial, zijn... dry hopped, wit, de HBC 427. Maar die dikke bak hop, die heb jij er wel echt nice uitgetrokken. Ja, ja, ja. Ja, dat is echt wel... Wauw, dit is een knaller van de bier. Kijk, dit is de frontaal en moersleutel. Hij heeft nou voor mijn gezicht. Nee, ik liet het nee, op. Nee, maar je deed zo. Ja, kijk, een mooi bier. Ja, mooi bier ook. Is het toch? Nee, maar, mooi, ik vind het helemaal lekker. Ja. Hey, maar trouwens, dit is... Oké. Het is frontaal. Het is niet, ook de moersleutel, maar het is frontaal. Ja, precies. Nee, ja, give or take. Nou, in dit geval is het dus give van Beeromaniac. Beeromaniac, ja, thanks. Dit is echt dit is te gek. Het is heerlijk. En hij is echt super lekker. Het is wel echt, ja, dit ademt. Als je ziet ook, dit is wel echt. Oké, daar zat ik een beetje de bieterbrug op. Met geen moersleutel. Is dat een minpunt? Ja, ik wil, een beetje. Een half minpunt. Hey, ik had half goed. Maar, ik moet zeggen, want wat we zeiden, dit is al een hele dikke. Er staat zonder barrel aged, lactose. Is dat allemaal niet? Dit is gewoon dikke stout. Nou ja, weet je, als moersleutel iets maken met lactose. Of lactose moet je sowieso erop zetten. Maar zet ze dan erop. Hier is gewoon water. Is het niet Nederlands zo? Nee, ja, gewoon water, gerstemout, hop en gist. En dry hopped.
Die HBC 427, is dat niet die... Dat is zo lastig te ruiken, zo'n dikke stout. Nou, ik moet me een beetje denken aan, we hebben eerder het jaar met Beowulf hadden we die Lager Lab. Mm-hmm. En Noord had toen zo'n quad gebrouwen met een bepaalde hopvariëteit die bijna zo'n barrel age karakter gaf. Dat was geen barrel, nee dat is het ook niet. Gaan we zo even opzoeken. Quizvraag. Iemand die het goed heeft, die verdient punten. HBC 427. Als je blind weet wat het is. Vet veel punten. Vet veel punten, maar je ziet het doen, want iedereen gaat googlen natuurlijk. Ik ga het sowieso doen, want ik ga het opzoeken. Precies. Mooi bier, Beer Maniac. Dat is echt echt nou, super. Cheers, hier gaan we nog even rustig van genieten. En ik zou zeggen, naar de volgende. Ja, zeker. We gaan er nog eentje open. Haha, cheers.